allemaal. Met de zomer in het vooruitzicht hebben wij flink staan shoppen. Want we vonden het tijd om onze garderobe een beetje op te frissen en om nieuwe dingetjes te shoppen. Dus dat hebben wij de afgelopen tijd gedaan. Ook de laatste keer dat we in Brighton waren afgelopen weekend. Ja. Dus in deze shoplog gaan we je diverse kledingstukken laten zien die we hebben geshopt bij verschillende winkeltjes. We beginnen bij TK Maxx. Dat is een winkel waar je ons misschien wel vaker over hebt gehoord. We hebben er ook een paar in Nederland. Maar toen we in Brighton waren, moesten we ook echt daar naar binnen lopen. En ik ben heel blij, want we hebben hele leuke dingen geshopt. Ik zal het eerste item van mij even laten zien. Dit is eigenlijk eentje die Tara had gevonden. En uiteindelijk heb ik hem genomen, omdat hij mij net iets beter zat. Ja, hij stond mij niet zo goed. En het is een culotte jumpsuit, denk ik dat ik het wel kan noemen. Met een bovenkant en dunne bandjes. Het en is een kleine cut-out bij de boobs. Die is echt super leuk. Het is een oud roze kleur met bloemetjesprint. En ik moet zeggen dat ik normaal echt niet voor dit soort items zou gaan. Want ik ben altijd heel erg van de meer basic dingen. Maar ik probeer deze zomer echt even wat meer naar Tara's stijl te kijken. Dus net iets meer vrouwelijk. Meer prints, ja, meer kleur. Meer kleur, iets meer vrouwelijkheid. Omdat ik altijd al heel erg basic ben. Ik bedoel... Kijk maar eens nu. Ik vind deze echt super leuk. Ik heb hem afgelopen weekend aangehad. Ik ging heel eventjes naar Open Air. En daar was deze echt perfect voor. Gewoon met een leren jasje erop. En ik ben er echt heel erg blij mee. Uit mijn hoofd was deze 15 pond. Dus ik denk dat het op iets van 17 euro komt. 18 euro. Ja, iets meer misschien. Dus dat is echt een super goede deal. Oh, en er zitten ook zakjes in trouwens. Oh, echt? Ja, oh, chill. Wat super chill is. Dit jurkje is van een ander merk. Dit is van Bellambra. Uit Italië, geen idee. En het is zo'n heel simpel, beetje zakkerig jurkje. Echt zo'n grote rode zak met off-shoulders en een beetje wijde mouwtjes. En een soort van kanten, onderkant. Het is van linnen stof, ja. En het lijkt me echt een perfect zomerjurkje. Omdat het gewoon lekker is om op het strand te dragen. Maar ook gewoon leuk om nu te dragen met laarsjes of all-stars of gympies gewoon eronder. Ja. Het is gewoon zo'n lekker casual zomerjurkje. En het is echt super handig om deze aan te trekken als je veel gaat eten. Want je kan echt je foodbaby erin verbergen, omdat het zo'n wijd ding is. Maar ik hou zelf wel van die hele wijde jurkjes. Deze was ook ongeveer 15 pond. Dus 17, 18 euro. Volgende item is ook nog steeds van TK Maxx. Dit is van het merk Euromoda. Geen idee wat het is. Maar ik vond het echt een super mooi topje. Hij is lichtroze. Ook weer met bloemetjes. Er zitten zelfs vogeltjes op. Dus het is echt weer best wel... Ja, niet zo Larissa-achtig, maar wel heel erg leuk. Hij is off-shoulder met van die uitlopende mouwtjes. Het leek me heel erg mooi op zo'n blauwe jeans. En deze was 13 pond, dus 15 euro of iets. Dan heb ik dit jurkje ook nog gekocht. Het is een overslagmodel. En hij heeft open schoudertjes. En die mouwtjes die zijn lekker los. En dan zit hij wat strakker in het midden. En daaronder gaat hij weer lekker los. Dus echt zo'n jurkje waarin je gaat salsa dansen. Ik kan niet salsa dansen, dus ik ga het niet doen. Maar ik vind hem alsnog heel erg stoer. Omdat hij zo'n zwarte achtergrond zwart, heeft. Ja. Ik vind hem echt te gek. En bloemetjesprint. En ja, hij is wel heel chill. Het is een overslagding. Dus ook heel erg chill om mee te nemen naar het strand, denk ik. En deze kostte maar 17 pond. Het merk is Angie. Het zegt me echt helemaal niks, maar nee. Ik vond hem wel heel erg leuk. Volgende item is weer een jumpsuit. En ook nogmaals, deze is ook helemaal niet iets wat ik normaal zou kiezen. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij is donkerblauw en hij heeft ook allemaal bloemetjes erop. Een beetje van die ruches aan de bovenkant, wat wel heel erg leuk is. En de broekspijpen zijn ook best wel wijd, zeg maar. Hij is zo leuk. Hij is echt heel chill om zo'n... Gewoon, ik ben echt sowieso fan van jumpsuits en blazers. Oh nee! Er zit een klein gaatje bij de naad, maar die kan ik wel fixen inderdaad. Maar het is gewoon super chill. Dus je hebt hem aan en je bent gewoon meteen klaar. Je kan gewoon de deur uitlopen. Ja, precies. Dus daarom inderdaad weer een jumpsuit. Dat is toch wel echt super easy. En deze was 17 pond. En hij heeft ook zakken deze. 19. Oh ja, heeft hij zakken? Mm-hmm. Pockets! Ja, deze vind ik ook echt super leuk. Ga ik even fixen. Ik heb ook nog een jurkje gekocht van het merk All Saints. Jullie kennen die winkel misschien wel. Ze hebben hele mooie kleding. Vaak best wel een beetje prijzig. En in de vitrine, of in de, hoe noemen ze het? Etalage hebben ze altijd allemaal van die naaimachines staan. En ik kwam dit merk dus tegen bij TK Maxx. En dacht ik, oké, ik ben wel meteen geïnteresseerd. En het is een soort van, het is uiteindelijk volgens mij wel gewoon viscose. Maar het lijkt een beetje zo'n satijnen stofje. En dan heeft hij een knoop ergens halverwege je middel. En dan heeft hij twee splits. En het is gewoon een hele stoere jurk. Waar je die goed kan combineren met laarzen of een sneakertje. Dus iets minder fleurig, iets minder beachy. En iets meer voor alledaags. Dus, ja, ik vind hem echt super leuk. Hij is wel echt heel erg cool. En deze kostte 30 pond. En dan heb ik ook nog een zonnebril gekocht bij de TK Maxx. Ik heb echt
ontzettend veel zonnebrillen, dus ik had hem niet nodig. Maar ik heb gewoon een soort van zonnebrillentik of zo. Ik heb altijd elke zomer wel een nieuwe zonnebril. Mm-hmm. Kan er niks aan doen. En ik ben heel erg fan van ronde zonnebrillen van Ray-Ban. Maar ook tegenwoordig iets meer van de Cat Eye. Het is niet echt een model voor mijn gezicht. Dus altijd moeilijk zoeken. Maar toen ik deze update zat hij meteen goed. Dus toen dacht ik moet hem meenemen. En deze is van het merk Steve Madden. Deze was £13. In Brighton gingen we natuurlijk ook nog heel veel langs de Primark. Om even te kijken als ze daar een iets andere collectie hebben. Dan in Nederland. Maar het viel inderdaad heel erg mee. De Primark die daar zat was ook niet super groot op zich. Dus misschien had dat er ook mee te maken. Maar ik heb al deze super leuke sandaaltjes gekocht. Dus ik heb deze genomen. Je hebt ze ook in andere kleuren. In wit, zwart en in zwart met een printje. Ja. Maar we zagen deze in echt hot pink met het bloemprintje erop. En die zijn wel, die vonden we echt super leuk. Ze zijn wel lekker makkelijk. Gewoon je gaat erin sliden en je kan ermee lopen. En ik vond deze wel ja, top. Ze hebben een stoere bakkel. En gewoon die kleur is echt super vet. Ze hadden ze niet in mijn maat. Maar het is gewoon leuk als je dan een simpele outfit draagt. Je doet ze aan en je hebt echt van die ja, het is ja. Je outfit is gewoon meteen. Het is echt inderdaad een eyecatcher in je outfit. Deze waren 8 of 10 pond. 8. 8 pond. Ja. Dus ongeveer 10 euro denk ik. Dus dat vond ik wel helemaal prima. Vlak voordat we naar Brighton gingen was ik ook met vriendinnetje in de stad. En toen was ik ook even gaan kijken bij Primark. I know. En toen heb ik ook sandaaltjes gekocht. Ik heb alleen dit paar sandaaltjes gekocht. Die zijn rood met een fluwelen bandje aan de voorkant. En ook hier een hele lange band die je dan zo om je enkel kan binden. Vond ik echt wel heel erg leuk. En ik ben ook best wel into rood deze periode. En sowieso staan de winkels vol met rode items. Dat het echt gewoon een trendy kleur is op dit moment. Maar rood is mijn lievelingskleur. Anyways, ik vond deze wel heel erg leuk. En ik heb er ook al een outfit post mee geschoten. Dus wil je zien zeg maar, hoe ik ze combineer in een hele outfit. Link ik ook eventjes dat outfit postje. En dan kun je er ook even kijken. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. En deze waren 6 euro. Ik heb deze gehaald bij Bershka. En dit is een playsuitje. Met korte pijpjes. En de bovenkant is een beetje bandeau-achtig. En lijkt alsof die vastgeknoopt is. En hij heeft ook nog bandjes. Die kan je eraf halen eventueel. En het is echt zo'n heel... Ja, ik weet niet. Ik vond hem best wel typisch iets voor mij. Gewoon schattig en leuk. En hij was 20 euro aan mijn hoofd. En dan heb ik ook nog deze jurk gekocht. Ik had hem al een tijdje zien hangen. En de eerste keer dat ik hem had gepast, had ik een te grote maat. En toen heb ik hem toch maar laten hangen. En nu heb ik gewoon een tweede poging gedaan door een kleinere maat te passen. Want ik heb nu een maatje S. Dan zit hij wat strakker en dan zit hij gewoon wat beter rond de boob area. Dat is wel heel erg belangrijk bij deze jurk, want hij heeft een hele mooie V. En hij is heel lang en hij is dus knalrood. En ja, ik vind rood ook heel erg leuk deze zomer. En het staat ons ook gewoon goed. En lange jurken zijn ook gewoon heel erg chill om te hebben. Meestal draag ik gewoon korte dingen, maar in de avond dan het langs. Deze was ook rond de 20 euro, zeg ik dat goed? 20, 25? Spijt me, ik heb de bon niet, maar ik zal de prijs wel neerzetten. Oh ja, en dit is dus een kanten rode jurk. En daaronder zit nog een stukje stof om dan niet te doorschijnend te zijn. En die is wat korter, dus een beetje een body idee. Ja, dat is een playsuit toch? Playsuit zit eronder, ja. Dus het is zeg maar een jurkje en playsuit in één. Ja, dus je ziet nog wel je benen er doorheen. Ik weet dat sommige mensen vinden dat volgens mij niet heel erg mooi. Ik vind het zelf wel heel erg mooi. Zo, dan weet je dat. En ik was laatst ook bij Forever 21 en daar heb ik deze jumpsuit gekocht. Het is zeg maar eigenlijk een hele simpele zwarte jumpsuit van een heel glad stofje. En dan met culot echt gewoon zo'n wijde beentje aan de onderkant. Maar ik heb toch even besloten dat hij me toch niet gestaat. Laat ik het zo zeggen. Het is gewoon net niet flatterend genoeg. En ik dacht in de winkel dat hij me heel erg leuk stond. Maar ik heb hem nog een keer aangedaan thuis en dacht ik... Het is het toch net niet, zeg maar. Het is wel echt een zak. Dat komt ook omdat de bovenkant die zit dan ook wijd. Dus dan heb je echt zo'n... Ja, en je kan er wel een riem omheen doen. Dat heb ik ook geprobeerd. Maar dit stofje kan eigenlijk gewoon tegen niks. Dus je hoeft maar één keer ergens tegen een muur of iets aan te lopen. En je hebt gelijk allemaal die haaltjes. Je kan geen paillettentasje erop dragen. Nee, als je daar een riem omheen wil doen, dan krijg je gewoon geheid. Zo'n hele rand met allemaal van dat fluff. En dat is gewoon super zonde. Dus ik heb gelukkig nog de tijd om hem te retourneren. Dus dat ga ik doen. En helaas is deze niet voor mij. Maar hij is wel leuk. Oh, en dan mocht je toch willen weten hoeveel deze kosten. Want misschien is het wel wat voor jou. 24 euro. Nou, bij Lovers heb ik ook nog wat dingetjes uitgezocht. Waaronder dit playsuitje. Hij is een soort van... Ja, is het kant? Kantenpatroontje met een soort van touwtje erop geweven. En dan is hij ook nog van die off-shoulder
ruffle mouwtjes. Het is wel echt een heel opvallend ding. Ja, er is heel veel aan de gang, echt, maar echt super mooi. Bijna, je zou bijna zeggen dat het een soort van bruiloftsplacertje is. Maar goed, je kan niet, vaak niet wit dragen naar een bruiloft. Anyways, ja, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Heel erg zomers. En dan heb ik ook nog dit blauwe jurkje. Oké, hij is echt heel erg gekreukt. Dus ik haal hem echt letterlijk net van de waslijn. Als ik hem niet laten zien. Maar het is weer zo'n modelletje die zo uitloopt. Echt zo'n, hoe noemen we dat? Een bel, een A-lijnjurkje. Ja, een A-lijnjurkje. Hij is wel echt mooi zo groot. Ja, maar hij zit, ik vind dat deze wel echt een soort van gestroomlijnd zit bij de boob area, waardoor die toch een soort van vorm krijgt. Ja, en open schoudertjes. Open schoudertjes, wijde mouwtjes, super chill. En dan nog embroidery, of geborduurde bloemen zitten er aan de voorkant op. Dus, en het kleurtje is gewoon heel erg lekker, dus ook heel erg blij mee. Nou, zoals je kan zien hebben we dus heel veel nieuwe kleurtjes, printjes, echt heel veel, veel te zien in deze outfits. Ik vind het wel echt super zomerse outfits. En ik moet zeggen dat ik persoonlijk heel erg trots op mezelf ben. Dat ik iets meer voor wat meer kleur en printjes ben gegaan. Ja. En ik probeer op die manier gewoon even net wat meer variatie in mijn garderobe te brengen. Dus ik denk dat ik het wel goed heb gedaan. Maar ik wil denk ik nog wel wat meer zomerse items. Dus ik ben zeker nog niet uitgeshopt. Nee, ik ook niet. Laat ons eventjes weten in de comments welk kleding item jij het leukste vindt. En of jij al bezig bent met je zomergarderobe. Ja, en voor welke kleur jij dan het liefst gaat in de zomer. Of welk printje misschien wel. Zoals Larissa vaak voor streepjes gaat. Nou, in dit geval bloemenprint. En ik heel vaak voor kant, crochet, dat soort dingetjes. En geef vooral deze video een duimpje omhoog als je het leuk vond om weer een zomershoplog op ons kanaal te zien. Vergeet je zeker niet te abonneren. We zijn echt super dicht bij die 100.000 abonnees. Ja. Vinden we super gezellig. Dus als je nieuw bent op ons kanaal, welkom en hartstikke leuk dat je er bent. En dan zien we jullie heel snel weer in onze volgende video. Doei! Doei.